Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. Ik ben Suzanne en iedere week bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie, trends en persoonlijke ervaringen. Ik ben absoluut geen expert, maar ik vind wel heel veel dingen heel interessant. En die probeer ik dus te duiden. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via iTunes, SoundCloud of een andere podcast-app. De show notes van alle afleveringen vind je op mijn website, suzannedulling.nl. Daar vind je ook nog veel meer artikelen, mijn nieuwsbrief en mijn Patreon. En het is natuurlijk helemaal tof als je een review achterlaat op iTunes. Het liefst 5 sterren natuurlijk. En deze podcast is iets anders dan normaal, omdat ik ook audio uit lezingen gebruik. Alvast een waarschuwing, de kwaliteit is daardoor soms misschien iets minder goed. Ik heb mijn best gedaan met opnemen, dat was voor mij ook de eerste keer. Als je feedback of tips hebt, laat het me vooral weten. En voor nu heel veel plezier met luisteren. Vorige week zaterdag, 3 november, was ik voor het eerst aanwezig bij het Skepsis-congres van Stichting Skepsis. En dat vond ik heel erg boeiend. Ik zal eerst even uitleggen wat Stichting Skepsis eigenlijk doet. Zij zijn een stichting dat een kritische blik werpt op pseudowetenschap en paranormale verschijnselen. En het leek me leuk om in deze podcast mijn inzichten over het congres te delen. En het ook gelijk wat breder te trekken naar het thema pseudowetenschap in het algemeen. Wat is dat? Waarom is er zoveel pseudowetenschap en hoe ga je daarmee om? Niet alles is te verklaren en dat hoeft ook niet, maar pseudowetenschap kan wel een kwalijke invulling daarvan zijn. De vorige aflevering ging over ayahuasca. Dat laat wel weer zien hoe breed mijn interesses zijn. Je kunt in ieder geval niet zeggen dat ik niet opensta voor dingen, maar ik ben wel kritisch. En dat is Stichting Skepsis ook. En op hun website schrijven ze het volgende stukje, dat zal ik even quoten. Niet alleen in de massamedia, maar ook in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs worden steeds vaker bijzondere inzichten gepropageerd. Talloze genezers, therapeuten, goeroes en profeten bieden hun alternatieve diensten aan. Ze beloven veel en verdienen daar soms grof geld mee. Maar kunnen ze hun vrije woorden ook waarmaken? De stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone beweringen aan kritisch onderzoek te onderwerpen. Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld. Nou, en iets verderop zeggen ze ook nog: uiteraard kunnen wetenschappers niet alles verklaren. Bovendien kunnen sommige onwetenschappelijke ideeën een zingevende functie vervullen. Wanneer spectaculaire claims echter ten onrechte als feiten worden gepresenteerd, dan lijkt het nuttig daar een nuchtere visie tegenover te plaatsen. Dat is het einde van de quote. En door middel van publicaties, lezingen, congressen en adviezen probeert Skepsis dus voorlichting te verbeteren en mensen kritischer te laten denken. Nou, zelf lees ik al een tijdje het kwartaalblad Scepter wat zij publiceren. En hierin wordt ook geschreven over uiteenlopende thema's. Zoals samenzweringstheorieën, alternatieve geneeswijzen, UFO's, rare wetenschappelijke onderzoeken. En dat vind ik echt super fascinerend allemaal. En ik besloot om dit jaar dus ook eens naar het congres te gaan. En het thema van het congres was tussen hemel en aarde. En dat ging dus over allerlei zaken die op dat vlak iets daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld buitenaards leven, de platte aardetheorie. En ook natuurkundige zaken zoals kwantummechanica en de misverstanden daar omheen. En tijdens het congres heb ik dus ook de lezingen opgenomen. En daarvan laat ik af en toe een stukje horen per spreker. Dat leek me wel grappig. Dan krijg je ook een beetje een beeld van de lezingen. Maar laat ik beginnen met een omschrijving van de term pseudowetenschap. En ook om te voorkomen dat het op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Kort gezegd is het eigenlijk de benaming van opvattingen, uitspraken of handelingen die de toets van een wetenschappelijke methode niet doorstaan, maar waarvan aanhangers toch beweren dat het om wetenschap gaat. En niemand gelooft in pseudowetenschap, natuurlijk. Iemand die zegt bijvoorbeeld dat vaccins autisme veroorzaken, wat wetenschappelijk niet bewezen is, absoluut niet, en op basis alleen maar van slechte onderzoeken wordt geclaimd, dat is inmiddels ook alweer legd, maar dat wordt nog steeds geclaimd. Dan zegt diegene niet dat het op basis van pseudowetenschappelijk bewijs is. Diegene die zegt dat het wetenschappelijk is bewezen dat autisme
komt door vaccins. Maar goed, dat is natuurlijk wel pseudowetenschap. Soms wordt iets ook als pseudowetenschap gezien als iets op empirische basis wordt beweerd. Dus dat kan zijn experimenteel resultaat zonder theoretische onderbouwing. Of op basis van wat mensen zelf zien of ervaren. Nou, op zich is dat niet zo heel erg als mensen zelf iets ervaren en dan iets doen. Maar als dat dan als wetenschap of zo'n feit wordt beschouwd, dan wordt het natuurlijk wel kwalijk. Maar wat is dan het verschil tussen echte wetenschap en pseudowetenschap? Nou, wat ik net al zei, de onderzoeksmethoden zijn belangrijk. Twee daarvan zijn falsifieerbaarheid en intersubjectieve controleerbaarheid. En falsifieerbaarheid is een eigenschap van een theorie als er een criterium kan worden bedacht waarmee de theorie kan worden weerlegd. Dus een hypothese die kan worden weerlegd wordt juist gezien als wetenschappelijk. En een van de grondleggers daarvan is Karl Popper. Hij bedacht het falsificationisme. En dat is een wetenschapstheorie waarbij dus falsificatie centraal staat. En hij zegt, een bewijs dat een theorie kan weerleggen is belangrijker dan 100 argumenten voor de theorie. Nou, en zijn bekende hypothese is, alle zwanen zijn wit. En je kunt natuurlijk overal witte zwanen zoeken en deze hypothese bevestigen. Maar je hebt maar één zwarte zwaan nodig om de hypothese te weerleggen. Nou, en door één zwarte zwaan heb je genoeg bewijs dat niet alle zwanen wit zijn. Het is een interessant criterium, maar het is, nou, ze zeggen ook, het is niet in alle gevallen werkzaam. Maar het is dus wel een belangrijk onderdeel. En er is ook een andere tweede element en dat is de intersubjectieve controleerbaarheid. En dat houdt in dat een subjectieve waarneming ook door andere wetenschappers kan worden geïnterpreteerd en geverifieerd. Dus dat het ook op een breder vlak dezelfde resultaten krijgt. Maar de grens tussen pseudowetenschap en echte wetenschap is best wel lastig te trekken. En soms schuift iets ook op van de ene kant naar de andere kant. Nou, daar wordt een term voor gebruikt om iets te onderscheiden van pseudowetenschap en tussen pseudowetenschap en gewone wetenschap. En dat is het demarcatiecriterium. En demarcatie betekent grens. Maar er zijn dus verschillende meningen weer over dat grenscriterium. Zo heb je dat dus van Popper, maar er zijn ook voorstanders van strengere criteria. Dus het is al duidelijk, pseudowetenschap is niet vast omlijnd. Maar over het algemeen zijn er wel standaard ideeën over wat wel en geen pseudowetenschap is. Nou, nog een andere aanvulling is van wetenschapsfilosoof en natuurkundige Thomas Kuhn. Hij kwam rond 1970 met een nieuwe visie om dit grijze gebied tussen pseudo en echte wetenschap te benaderen. En hij keek niet streng methodologisch, dus naar de methodes, maar hij keek meer historisch en relativistisch naar de onderscheiding. En hij zei dat het meer te maken heeft met het kennis van dat moment. Tegenwoordig is dat bijvoorbeeld op het gebied van filosofie en sociale wetenschap. Dat zijn de wat zachtere wetenschappen. Maar vroeger was dat bijvoorbeeld ook voor de 18e eeuw het geval voor scheikunde. Terwijl dat tegenwoordig een veel hardere wetenschap is, om het maar zo te zeggen. En hij onderscheidde dus eigenlijk de gewone wetenschap met de proto-wetenschap. Maar bij proto-wetenschap gaat het meer om een hypothese die nog moet worden getoetst. Terwijl het bij pseudowetenschap gaat om iets wat al wel is getoetst, maar op basis van de verkeerde theorieën of aannames wordt gedaan. Vaak worden daar de verkeerde aannames gedaan of worden de uitkomsten verkeerd geïnterpreteerd. Maar het probleem met pseudowetenschap is vooral dat het vaak onbewust of verborgen wordt gedaan. En staat het onderzoek vaak ook niet open voor kritiek of weerwoord. En wordt er verwacht dat anderen bewijs leveren dat de claim niet klopt. In plaats van dat ze dat zelf moeten bewijzen. Nou, voor alle duidelijkheid. Verder heeft dit niks te maken met religie of met bepaalde geloofszienswijzen voor het invulling van de zin van het leven bijvoorbeeld. Omdat daar niet wordt geclaimd
per se dat het op wetenschappelijke basis is. Als dat wel wordt gedaan, dan wordt dat weer een ander probleem. Bij religie is het natuurlijk iets wat je gelooft. Het bewijs dat God bestaat is er natuurlijk niet letterlijk. Dat moet je geloven. Dus daar heeft het niet zo heel veel mee te maken. Met pseudowetenschap is het vooral kwalijk dat het wordt neergezet als waar. En mensen vertrouwen erin. En soms kan dat zelfs schadelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is dus het vaccineren. Als dat niet wordt gedaan, dan kan dat een risico zijn voor de volksgezondheid en ook voor kwetsbare mensen in het algemeen. En het kost mensen soms ook onnodig veel geld met een kwakzalver een oplossing te zoeken voor een probleem. Een voorbeeld daarvan zijn homeopathische middelen die niet een grotere werkzaamheid hebben dan een placebo. Dus dat is dan weer niet zo heel erg kwalijk qua fysiek, maar wel misschien qua geld. En dat is dus een beetje pseudowetenschap. En op het congres ging het dieper in op specifieke thema's rondom pseudowetenschap. Dus over het thema tussen hemel en aarde. En het ging dus over science fiction, over quantum, over buitenaards leven, over de platte aardetheorie. Dus eigenlijk allemaal wat meer de zweverige thema's. En daar zegt de secretaris van de stichting Skepsis, Jan-Willem Nienhuis, het volgende over. Het is natuurlijk wel een begrijpelijk verlangen om bij de onuitsprekelijke saaiheid van het dagelijks leven de ijle lucht tussen hemel en aarde te vervangen door een opwindende, ondermaanse, bovenaardse wereld die slechts vanuit ooghoeken te zien is, verdwenen zodra je goed kijkt of verklaart. Nou, het is inderdaad minder saai om in spannende theorieën over hemel en aarde te geloven. En een goed voorbeeld daarvan is ook science fiction. En daar sprak de eerste spreker van de dag over, George van Hall. En hij is wetenschapsjournalist en auteur, onder andere van het boek Robots, Aliens en Popcorn. En dat gaat over de wetenschap in science fiction. Dus in hoeverre komen wetenschap en science fiction met elkaar overeen. En hij geeft die verse voorbeelden van films waarin fouten worden gemaakt, bewust of onbewust. Het blijven natuurlijk films. En dit is even een stukje van wat hij vertelt. Tussen wetenschap en science fiction bestaat, niet altijd natuurlijk, maar soms een hele levendige kruisbestuiving. Het gebeurt best wel regelmatig dat dingen die in het echt gebeuren, zoals bijvoorbeeld de maanlanding in 1969, dat lang daarvoor al gebeurt. Ja, in onze dromen, in science fiction verhalen. En dit is een paleontoloog die bij het museum werkt, Jack Horner, en die loopt hier rond op de set van Jurassic Park 3. Hij is bij alle drie de originele Jurassic Park films op de set geweest om te kijken of alles wel een beetje wetenschappelijk verantwoord was. Hij kreeg overigens lang niet altijd zijn zin. Hij wilde bijvoorbeeld heel graag dat de dinosauriërs een stuk kleurrijker waren. Toen zei hij natuurlijk, ja. Als ik dat ga doen, dan vindt niemand ze eng meer. Dus dan maakten ze gewoon toch gelijk een beetje grijsbruinig. Dus daar kreeg je niet zin in, maar soms ook wel. Nou, en daarnaast zijn er ook ontzettend veel films op het gebied van buitenaards leven. En nu was ik laatst ook aanwezig bij een lezing van Govert Schilling. Dat is ook een wetenschapsjournalist op het gebied van sterrenkunde. En daarbij vertelde hij over de kans dat er buitenaards leven is. Nou, er zijn heel veel berekeningen gedaan over die kans. En op basis van het aantal geschatte planeten dat er is en hoeveel daarvan leefbaar zijn, is er een soort formule ontstaan. En uiteindelijk zouden we dan komen op 1 tot 26 miljoen intelligente beschavingen die er zouden kunnen zijn. Dus 1, dat zijn wij dan in principe. Tot 26 miljoen. Nou ja, dan vraag je natuurlijk af, waar zijn ze allemaal? En de vraag is, zijn ze er echt en hoe zien ze eruit? Maar dat is een hele fascinerende wereld. En er doen natuurlijk ook allerlei spookverhalen de ronde over UFO's en over geheime missies van de Amerikaanse overheid. En natuurlijk heel veel Hollywoodfilms. En die versterken die ideeën ook nog een keer. En op zich is dat niet per se heel erg slecht, maar het kan ook een voedingsbodem zijn voor pseudowetenschap en samenzweringstheorieën. En daar vertelt George van Hall ook wat over. Laatste voorbeeld, dit is The X-Files. Ik vond het een prachtige serie. Ik heb hem echt van voor naar achter gekeken en er ook
ontzettend van genoten. Maar dit in de jaren 90 heeft toch wel het geloof in UFO's een behoorlijke extra zet gegeven. En the truth is out there, of I want to believe. Het is allemaal misschien toch wel een beetje onhandig. Omdat zo mensen door de strot te duwen, zeg maar. Je gaat er misschien toch een beetje van twijfelen aan of de autoriteiten die het voor je zet, maar de voedingsbodem voor allerlei complottheorieën misschien toch wel beter. Dat zorgt ervoor dat mensen sneller in dat soort dingen geloven. En een ander, maar soortgelijk probleem geldt voor de bestaande kennis van kwantum. En omdat kwantummechanica best wel ingewikkeld is om te begrijpen, ontstaan er ook talloze interpretaties en wordt de term vaak misbruikt om iets revolutionairs aan de man te brengen. En Julia Kramer was de tweede spreker van de dag. Zij is onderzoeker en kwantumexpert. En zij legde eigenlijk zo eenvoudig mogelijk uit wat kwantum betekent en wat we er tot nu toe over weten. Nou, heel kort gezegd, ik hoop dat ik het goed uitleg, houdt het in dat deeltjes, bijvoorbeeld een elektron, twee toestanden tegelijkertijd kan hebben, dus positief en negatief. En dit heet ook wel een superpositie. En als je dan een meting doet met het deeltje, dan krijg je een antwoord wat het is, dus positief of negatief. En daarna blijft het deeltje ook positief of negatief. Dus dan is de superpositie verdwenen na de meting. En ook kunnen deeltjes verstrengeld zijn, waarbij meerdere kwantumdeeltjes in superpositie zijn en ook met elkaar zijn verbonden. En als deze deeltjes worden gemeten, dan worden ze één toestand, dus dan verdwijnt de superpositie. En het andere deeltje, die ook een superpositie heeft, krijgt het tegenovergestelde antwoord. Dus de ene wordt positief en de ander wordt negatief. Nou, inmiddels kunnen kwantumdeeltjes dus gemeten worden, maar waarom het bestaat en hoe we het moeten interpreteren is nog heel erg lastig. En er worden op basis van deze technologie nu ook computers gebouwd en zelfs het quantum internet, dus quantum computers en quantum internet. En de belofte voor de computers is vooral heel veel meer rekenkracht bij algoritmes, maar we weten nog niet zo goed welke problemen het precies kan oplossen. En de interpretaties zijn echt ontzettend gevarieerd. Het geldt ook voor het quantum internet, waarbij zelfs het idee is ontstaan dat we mensen kunnen gaan teleporteren. Nou ja, het is gewoon een heel erg interessant, maar heel erg ingewikkeld vakgebied. En de term quantum wordt daarom misschien wel ook heel vaak misbruikt, zoals met heel veel verschillende producten met kwantum. Denk bijvoorbeeld aan vaatwastabletten met quantum cleaning dingen. Maar bijvoorbeeld ook de quantum healing van Deepak Chopra. En hierbij wordt gezegd dat quantum een belangrijke rol speelt in het genezen van ziektes, omdat alles een bepaalde energie of vibratie heeft. En alles wordt ook weer beïnvloed door observatie tussen lichaam en geest. Nou ja, dat klinkt allemaal heel erg interessant en misschien wel aannemelijk als je weinig snapt van natuurkunde. Dat je denkt van ja, alle deeltjes hebben een bepaalde energie. Ik heb er ook te weinig verstand van. Maar het heeft vrij weinig met kwantum te maken. En de term kwantum verliest hierdoor ook een deel van de waarde. En ja, dat is best wel frustrerend voor onderzoekers die daar heel erg serieus mee bezig zijn. En dit is ook een stukje wat Julia Kramer daarover zegt. Maar het is niet zo heel gek dat dit soort dingen gebeuren. Want ja, het idee is dat de wet van de kwantummechanica en de natuurkunde best wel dichtgetimmerd zijn. Dus natuurkunde, wiskunde, is het allemaal besloten, klopt het allemaal. Maar de interpretaties daarvan, dat is meer een filosofische vraag, die ligt nog helemaal niet zo vast. Dus op het moment dat je eigenlijk vanuit die beetje vage interpretaties teruggaat naar natuurkunde, geneeskunde, leiderschap, dan kan je dat best wel misbruiken. Nou, het probleem ligt dus vooral bij die interpretatie van wetenschappelijke termen. Dus daarom is het denk ik heel erg belangrijk om kritisch te blijven als een zo'n term als kwantum in een niet-wetenschappelijke omgeving wordt gebruikt. Om dan wel te denken van oei, klopt het wel? Er is eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel over bekend. Hoe kunnen zij hier dan iets over weten?
Dus ja, kritisch blijven nadenken. En daar ging de derde lezing ook over. En dat was eigenlijk een gesprek tussen twee mensen, namelijk Seth Andrews, een sceptisch atheïstisch activist. Hij heeft ook een blog en een podcast. En Dan Batchelder. En Dan Batchelder is astrofysicus en professor aan de Florida Institute of Technology. Twee Amerikanen. En Batchelder is ook bekend met de platte aarde aanhangers, waar zij dan samen een gesprek over hebben. En ja, dan denk je misschien platte aarde aanhangers. Ja, er zijn mensen serieus, en ik denk nog veel meer in Amerika dan hier, die geloven dat de aarde plat is en dat dat eigenlijk een samenzwering is van NASA en de overheden om mensen te laten geloven dat de aarde rond is. Waarom? Geen idee. Maar wat ik vooral heel erg interessant vind, is dat Dan Batchelder, die dus ook echt sterrenkundige is en zelf daar les in geeft, zegt dat het geen zin heeft om met meer feiten te komen bij mensen die in zoiets als platte aarde geloven. En het werkt al helemaal natuurlijk niet om mensen belachelijk te maken. En natuurlijk is het een bizarre overtuiging als je gelooft dat de aarde plat is. Maar uiteindelijk gaat het wel om een integere aanpak, waarbij we mensen op een aardige en ook waardige manier kunnen bereiken en het juiste voorbeeld geven. Want je vraagt je natuurlijk af, waarom denken er mensen dat de aarde plat is? Waarschijnlijk omdat ze graag willen dat de aarde speciaal is en dat het een bijzondere plek heeft in het universum. En het idee dat we maar een klein bolletje in een heel groot universum zijn, ja, dat is ook best wel deprimerend. En er is ook best wel een wantrouwen tegenwoordig in de wetenschap en organisaties als NASA bijvoorbeeld. En internet die versterkt dat soort ideeën natuurlijk weer extreem. Mensen kunnen elkaar dan weer stimuleren op bepaalde fora en dergelijke. En er is natuurlijk ook heel veel fake news en dat soort dingen in opkomst. Dus het is ook steeds moeilijker om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. En daar hebben Andrews en Batchelder het ook over in dit kleine stukje audio. What do you think the culture of distrust of science in the United States, you and I've had this conversation, we shake our heads and say, there is a distrust of science and scientists, of the scientific method, of research and evidence. Do you want to speak to that in any way? What's your take? Well, I think this is something, the rise of the anti-intellectual movement is something that is politically motivated and also motivated by the fact that science challenges people's innate beliefs. When we, for example, have all of this incontrovertible evidence about the age of the universe being around about 13.7 billion years old, that is in direct conflict with many people's personal beliefs. And there is an overwhelming number of people in the United States with those personal beliefs. And so when you come across people who are having worldviews that are contrary to scientific evidence, we have to be rather careful because there is no nice way of telling somebody that they're wrong. That they're wrong. Or at least I haven't come across a nice way of telling somebody that they're wrong. And so by immediately showing somebody evidence against their worldview, you are going to offend them. Het probleem is heel vaak dat mensen zoals de aanhangers van de platte aardetheorie wetenschap niet goed begrijpen, maar ook niet goed vertrouwen. En dus terugvallen op pseudowetenschappelijke bewijzen dat bijvoorbeeld de aarde plat is. Terwijl er is genoeg empirisch bewijs, zelfs als je gewoon op aarde staat, dat de aarde een bol is. Denk bijvoorbeeld aan de horizon en als een boot wegvaart, dat die steeds verder zakt en dat je dan nog wel de mast ziet, maar niet meer de onderkant van de boot. Maar goed, er is dus ook een wantrouwen ten opzichte van wetenschap. En worden ook wel weer de wetenschapssceptici genoemd. En dat zijn dus geen sceptici zoals Stichting Skepsis. Maar dat zijn dus weer mensen die sceptisch zijn over wetenschap en de reguliere kennis, omdat ze eigenlijk overal een complot inzien. En
Ja, hoe kan dat? En een van de oorzaken is waarschijnlijk dat we heel veel informatie tot ons krijgen. En we willen graag die dingetjes in hokjes stoppen. Goed of fout, ja of nee. En wetenschap is heel vaak niet eenduidig. En soms ook, misschien geeft het ook niet de antwoorden die jij graag wil. En Andrews die zegt dat ook wel heel erg mooi in dit stukje. Time magazine did a great article talking about how our brains trick us into believing fake news. It's written by Katie Steinmetz, this article. And even the smartest people can fall for this stuff. We don't fall necessarily because we're dumb. It's because we're letting the wrong impulses take over. The average American spends 24 hours a week on the internet. Sometimes we're so busy juggling all of this avalanche of information, we feel like we only have time to read the headlines. We're social animals. We can really want those likes and shares because they validate us. And political convictions especially can lead us to lazy thinking. But there's an even more fundamental impulse, and it's our innate desire for the easy answer. A, B, yes, no, black, white. We want a simple solution in a monumentally complex world. Research says that we receive 5 times more information now than we did 30 years ago. So pitches that simplify the world hit us more, they resonate more with us today than when we had more mental bandwidth. We're guilty of dichotomous thinking. You pick one or the other. We're seeing this very much in politics in the United States. It's us or it's them. But the important thing is that we keep our eyes open, we learn from our missteps, and we pause. We hit the pause button. We slow down, realizing that we are not wired for this avalanche of information. We must take a breath, double check the source, triple check the source, check the sources of those sources, find out what the most reputable critic of that claim says, and analyze and vet that claim. Read more than just the headline. Freaking take a breath. Nou, wat Andrews dus heel mooi zegt is, blijf kritisch denken en denk wat verder dan alleen maar de koppen. En ja, denk ook na over de bronnen van bepaalde berichten op het internet. En nog een stapje verder gaat Johan Braakman in zijn lezing. Hij was de laatste spreker van de dag en de audio van zijn lezing was helaas erg slecht, dus ja, dat zal ik niet laten horen, dat maakt het alleen maar verwarrend. Dus ik zal het zelf vertellen hoe ik dat heb geïnterpreteerd. En hij is een Belgisch scepticus en professor wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent. En hij stelt dat het geloof in pseudowetenschap een lange geschiedenis kent. En dat dat dus ook wel ergens vandaan komt. En dat dat niet zomaar iets is wat nu bijvoorbeeld heel erg groot is. En hij zei ook dat niemand in pseudowetenschap gelooft. Iedereen denkt dat zijn of haar idee natuurlijk klopt. En een voorbeeld daarvan zijn de creationisten. Zij zijn aanhangers van de scheppingsleer uit de Bijbel en dan dus heel erg letterlijk. En ja, dat zijn geen domme mensen. En binnen de kring van de creationisten en ook de flat earthers zijn er hele discussies, hele serieuze discussies over bepaalde thema's die hun bezighouden. En dat klinkt voor buitenstaanders grappig en onzinnig, maar voor hen is dat echt heel erg belangrijk. En zij baseren zich ook op dezelfde rationele vermogens als die worden gebruikt in de reguliere wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van verbanden, van causatie. Alleen wordt dat dus op een verkeerde manier gedaan. Maar daardoor lijkt het en is het voor hen ook alsnog een soort van rationeel. En ook het debat over buitenaards leven en het ontstaan van de aarde bestaan al ontzettend lang. En dat gaat al terug tot de oudheid of waarschijnlijk al wel eerder. En zo waren er allerlei filosofen die al nadachten en allemaal theorieën hadden over hoe de aarde was opgebouwd en over buitenaards leven en zelfs over reizen naar de maan. Lucretius uit de Griekse oudheid, die schreef daar zelf al over. En Lucretius die ging ook uit van het idee dat alles wat kan bestaan, dat bestaat. En dat wordt ook wel het principle of plenitude, het principe van volledigheid genoemd. En
ja, daar valt dus ook buitenaards leven onder. Dus alles wat zou kunnen bestaan, dat bestaat. En Aristoteles die bedacht bijvoorbeeld het scala naturae, de ladder van de natuur. En dat houdt in dat de natuur en het universum allemaal zijn geordend in een hiërarchisch systeem. Van onder tot van de chaos tot boven in de perfectie. En ook ging Aristoteles uit van de teleologie. En dat is de overtuiging dat alles een doel heeft. En dat kan ook weer het idee van een god bevestigen. Nou goed, dat zijn dus eigenlijk allemaal pseudowetenschappelijke theorieën die heel erg lang al in de geschiedenis rond waren en ook weer andere dingen weer bevestigen, zoals een god bijvoorbeeld. Maar Darwin die haalde deze ladder van de natuur natuurlijk keihard onderuit met de evolutietheorie. En hij stelde dat het leven zich aanpast aan de omstandigheden, dus de aarde, en dat dat niet andersom is. Wij hebben geen ogen om alles te zien, maar organismen met ogen die overleven makkelijker. Dus daarom zijn die nu zo wijdverbreid. En het geloof in buitenaards leven, dat hoorde dus ook bij die pseudowetenschappelijke ideeën. En er waren allemaal theorieën over. En dat loopt dus ook allemaal nog door tot in het heden. En wat we eigenlijk doen, wat Braakman ook zegt, is we projecteren aliens in ruimtes die moeilijk te begrijpen zijn. En we maken ze bovendien mensachtig. Het is dus allemaal niet heel erg ver gezocht. En het baseert zich dus ook wel op de ratio. En ook op, Aristoteles was ook niet dom. Deed dat ook op basis van logica en redeneren. En het zit dus ook echt ingebed in onze cultuur en onze geschiedenis. Bovendien hebben we ook veel biases in onze hersenen die dingen weer bevestigen waarvan we overtuigd zijn. Luister daarvoor ook een keer aflevering nummer 5 van mijn podcast over cognitieve dissonantie. En ja, de vraag is eigenlijk, is dat nou heel erg? En wat mag je nou eigenlijk geloven? En ja, dat was ook de kwestie waar de dag mee begon en eindigde. En ja, sowieso op het gebied van pseudowetenschap is dat denk ik de meest interessante vraag. Ja, in hoeverre mag je daarin geloven? Is dat schadelijk? En moet iedereen zich houden aan de reguliere wetenschap? En eigenlijk zijn daar twee visies over die voortkomen uit twee filosofische stromingen van William Clifford en William James. En William Clifford die zegt, hij is wiskundige en filosoof. Hij is heel erg strikt en hij vond dat het eigenlijk altijd fout was om ergens in te geloven wat niet te bewijzen valt. Maar daartegenover stond filosoof en psycholoog William James. Hij is veel toleranter en hij zegt dat je zeker in dingen mag geloven die niet te bewijzen zijn. Want ook ergens in geloven kan rationeel zijn. De vraag is vooral, durf je je opvattingen aan te passen als je meer informatie hebt? Dus zolang je mening rationeel is gevormd, dan is er weinig probleem. Maar volgens Clifford is het gevaarlijk om in onbewezen dingen te geloven, omdat dit ook leidt tot acties. Dus hoe je je kinderen opvoedt, hoe je stemt bij verkiezingen en andere dingen die ook zelf schadelijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld niet vaccineren. Hij zegt, je mag best wel tolerant zijn, maar niet te tolerant als dit echt gevaarlijk is. En ja, dat is dus eigenlijk een discussie die eigenlijk altijd al speelt, maar ook nu heel erg relevant is. En ik denk dat het vooral belangrijk is om open te blijven staan voor discussie en nieuwe inzichten. En ja, dat is wel vaak waar het probleem ligt bij pseudowetenschap. Vaak wordt het als feitelijk neergezet en staat het ook niet open voor enige discussie. En wordt er ook heel vaak het omgedraaid van, nou, bewijs jij maar dan dat het niet zo is. En ja, misschien is het ook wel zo omdat mensen ergens wel weten dat het niet te bewijzen valt. Als je bijvoorbeeld op YouTube kijkt naar filmpjes van flat earthers, is een aanrader als je je een keer verveelt en je lekker wilt ergeren. dan is het zo bizar wat ze proberen te bewijzen. Maar ieder tegenargument wordt direct weggewuifd. Het is een samenzwering, je snapt het niet, de overheid zit erachter, wat dan ook.
Ja, dus ik denk, ik ben van mening, en dat zegt Braakman bijvoorbeeld ook, dat vrijheid van meningsuiting heel belangrijk is en dat is een hoog gerespecteerd goed. Maar het debat moet wel intelligent zijn. En dat is wel wat er heel vaak mist. Open blijven staan voor andere visies en luisteren naar elkaar. En wat Dan Batchelder ook zei, is dat het heel erg helpt om kinderen al in scholen kritisch te leren denken. Dus hoe werkt het onderzoek? Hoe werkt evolutie? Dingen die bewezen zijn. En dit helpt hopelijk een wantrouwen in de wetenschap later tegen te gaan. Nou, zelf heb ik ook wel, om heel eerlijk te zeggen, ervaring met pseudowetenschap. En ik heb ook wel geleerd van dat kritisch leren denken heel erg helpt. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben gestart. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld lange tijd op basis van één boek en een paar bevestigende blogartikelen en zo, geloofd dat het paleo-dieet eigenlijk het ultieme dieet was. Maar ook vooral dat het voedingscentrum alleen maar een spreekbuis van Unilever was. En dat de overheid met opzet vanwege commerciële belangen dat soort adviezen vanuit het voedingscentrum probeert de mensen te beïnvloeden. En door ook een keer de andere kant van het verhaal te horen en een dame van het voedingscentrum een lezing te horen geven, realiseerde ik me dat het helemaal niet waar is. En natuurlijk zijn de adviezen van het voedingscentrum heel erg algemeen. Ze zijn niet zo sexy en het is wel gedegen advies op basis van al het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe. Niet alleen het beste wat het beste uitkomt in jouw geval. En het kan best zo zijn dat sommige dingen voor jou niet persoonlijk werken, maar dat betekent natuurlijk niet dat het wetenschappelijk zo is. En ik denk ook niet dat pseudowetenschap of alternatieve geneeswijzen of dat soort dingen schadelijk altijd zijn. Je kunt er zeker wat hebben hebben als persoon. Maar als je je maar bewust bent van het feit dat het niet per se de waarheid is, of dat het voor iedereen zo werkt, of dat het echt zo is. Je kunt er zelf wel wat uithalen, maar dan kan het beter in de termen van geloof of jouw ervaring zijn. En wetenschap is natuurlijk ook niet de waarheid, maar het komt er wel dichterbij in de buurt. En het is heel erg verleidelijk om dingen te zoeken die jouw eigen ideeën bevestigen. Maar ik denk dat het goed is om continu te durven kijken naar het hele plaatje. En dan zorg je pas echt voor lering en voor ook persoonlijke ontwikkeling. En daarmee de dagvoorzitter die opende eigenlijk hiermee. Maar ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiting van deze podcast. En dat gaat over jezelf blijven. Dus meer in het algemeen, mijn conclusie is, als mensen zeggen, je mag denken wat je denkt en geloven wat je gelooft en je mag zijn wie je bent. Ik ben er helemaal niet voor dat je moet proberen jezelf te zijn. Dat is echt het ergste wat je kunt doen, jezelf zijn en jezelf blijven. Je moet niet jezelf zijn en jezelf blijven, je moet voortdurend leren. En ik hoop dat je dat met me eens bent, dat hoe meer we leren, hoe beter we proberen te begrijpen wanneer je wat mag geloven en wanneer niet. Dus wie mag wat geloven? Als dat een vraag is die ze nu dan boven komt drijven tijdens ons congres, dan ben ik heel tevreden. Nou, dat was deze podcast over pseudowetenschap en kritisch denken. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je zelf misschien nu ook weer wat kritischer gaat nadenken over dingen. Het was een test nogmaals om wat stukjes audio tussendoor te doen. Ik hoop dat je dat leuk vond. Excuses nogmaals voor de kwaliteit. Ik doe mijn best, ik heb ervan geleerd en de volgende keer ga ik het hopelijk nog weer beter doen. Binnenkort komt er ook de eerste gast in mijn podcast, dus dat is ook spannend. Wil je dat allemaal niet missen, vergeet je dus niet te abonneren op mijn podcast via iTunes of een andere podcast-app. En de show notes van deze aflevering en ook eerdere afleveringen vind je allemaal op suzannedulling.nl. Daar kun je mij ook altijd een berichtje sturen voor feedback of tips of ideeën. Ik sta er altijd voor open en ik hoop je weer bij de volgende aflevering te zien. Doei!